Goedenavond iedereen. Mijn naam is Ricard van Beurden. Ik ben de buurtnaambassadeur van Halloween van de K-buur. En als buurtnaambassadeur heb ik staan om in de buurt een week de vrede bewoners Halloween in te zijn. Ons motto als buurtnaambassadeur is schoon, heel en veilig. Hou je buurt schoon, hou je buurt heel en veilig. En dankzij de partners, Stadsdeel, Pozo, waarmee we samenwerken, Pivazo, dat de samenleving bevorderd. We zijn één en we moeten met z'n allen samen gaan. Dank u. Mag jij een mooie doos en dit in die als wij zo de kerst nog krijgen? Dank je wel. Oké. Nou, dat kun je niet wat zeggen. Nee. Dankjewel, pak een goede hand. Ja, ja. Iets voor de buurt. Ja, ja. Ja. Wij zijn een meditatie centrum hier in de buurt. En we doen mee aan 50 jaar helden. En wij staan we zondag zullen we jarenlang een half uur mediteren in de Belden. We mediteren sowieso iedere derde zondag van de maand een uur lang vervreemd in de wereld. En vanaf aanstaande zondag een jaar lang een half uur voor vrede in de Bijbel. Ja, Gino. Wie is het trots op de Babuur? Wie is het trots op de Babuur? Precies. Dit jaar hebben Marco, hey Marco! Marco, laat het jezelf zien. Marco, Robin, waar is Robin? Robin. Dit jaar hebben we een online platform gebouwd om iedereen uit de avond met elkaar te verbinden. Mike. Dus, wat is ons bereikt? Ongelijkgestemde mensen op basis van persoonlijke eigenschappen en interesses met elkaar te verbinden. Dus we hoeven niet meer van werk als school naar huis, maar we kunnen gewoon nu via een online platform elkaar leren kennen. Hoe awesome is dat? Hele mooie doos en lekker mooi. Dan wil ik het nu gaan hebben over een hele grote groene doos die dit jaar gebeurd is en dat is de metro. Ik wil naar voren halen. De SP, de PvdA, de GroenLinks vertegenwoordigers. Want dankzij jullie hoeft deze buurt niet een rechtsgebied te zijn. En kan deze buurt echt doorgaan met onderdeel van Amsterdam te zijn.